Heel de wereld houdt Nederland in de gaten op het gebied van plaatjes draaien. Ja, Tiësto is bij velen bekend, maar DJ's Armin van Buuren en Ferry Korsten die genieten ook wereldfaam. Als je uit Nederland komt, dan zal je wel een goede DJ zijn. Want, in Nederland is het eigenlijk een beetje andersom. Dan moet je je eigenlijk nog best wel bewijzen. Dat maakt het ook juist wel weer leuker. De thuiswedstrijden zijn hier soms moeilijker dan uitwedstrijden. In de werelds meest prestigieuze DJ-lijst staat Armin van Buuren op 3 en Ferry Korsten op 5. Het is niet mijn ultieme doel om nummer 1 te zijn. Althans, ik droom er natuurlijk wel van. Ik denk eigenlijk dat het verhaal voor ons drie en een beetje Tiësto dan ook een beetje hetzelfde is. We hebben toch op het juiste moment, zeg maar, de juiste mensen ontmoet en de juiste dingen gedaan. Trans met het publiek over de hele wereld neemt haar hoed af voor de oer-Hollandse vinylboys. Ik denk dat wij van alles een beetje meepikken. En dat we precies in het midden zitten, gewoon het beste van alles hebben. En dat in één grote pot gooien, roeren en daar is onze muziek. De concurrentie in de DJ-wereld is moordend. Dus de Hollandse DJ's houden elkaar met argusogen in de gaten. DJ'en is meer een kunstvorm in die zin. Het is niet een... Ik denk niet dat je dat kunt vergelijken met een hardloopwedstrijd of een voetbalwedstrijd. Iedereen is bezig om daar te komen, zeg maar. Dus kijk, er komt best wel eens een keer een elleboog voorbij. Dat houdt je heel erg scherp. Voor de Amerikaanse hitserie 24 knutselt Van Buuren een remixje in elkaar waar zelfs Jack Bauer kippenvel van krijgt. It's the longest day of my life. Zoals het dan in LA gaat, het moet altijd gisteren af. En ik had helemaal geen outtakes, geen samples, niks. Dus ik heb zelf mijn DVD-box uit de kast getrokken. En ik ben gewoon stukjes gaan samplen en ik ben gewoon ideeën gaan opsturen. En ik heb, 's nachts heb ik wat gemaakt, morgens om 6 uur heb ik het via de internet verstuurd naar die jongens in LA. Die vond het helemaal te gek. Als top DJ moet je niet alleen meeslepende deuntjes uit je draaitafel kunnen toveren, maar ook de lokroep van hysterische groupies kunnen weerstaan. Joh, wat ga je doen hierna? Ga je met ons mee gezellig? Ja, kijk, ik heb een hele lieve vrouw, dus dat zit er niet in. Maar af en toe hebben we wel zoiets van, goh, wat als... Ja, hier kan ik nou uren over praten. Lekker door. Dit was jouw favoriete onderwerp. Nou weet je, het stomme is, ik kan nou doen of ik ontzettend veel verstand van heb. Dat heb ik niet. Dat zal ik ook maar meteen vertellen ook. Wat ik wel heb, is altijd een soort gevoel van trots. Ik bedoel, kun je weer beginnen met de Olympische Spelen, met Tiësto. Maar dat weten we met z'n allemaal. Maar ook dit verhaal dan weer, dat zo'n jongen gewoon voor 24 dat doet. Als je door Londen loopt of door New York en je ziet ineens Ferry Korsten zie je staan. Dat geeft wel een kick. Dat geeft een soort Nederlandse trots. Zo onwijs goed, al die Nederlandse jongens in die lijst. En vooral deze drie, ze staan geloof ik op... Nou, ja, 1 tot en met 5 staan ze, nou ja, niet met z'n drieën, maar... Wat de beste toonaangevende belangrijke lijst uit Engeland is. Ja, daarop, ik kan jou alles erover vertellen, maar jij weet er veel meer van dan ik. Wat ik niet begrijp, hoe komt het dat zo uit Nederland komt? Wat is dat? Wat hebben die mannen met elkaar gecreëerd, waardoor wij ineens toonaangevend zijn? Ja, ik zou het ook niet weten, maar ik denk dat het toch een bepaalde scene moet zijn. Dat je jongens moet spreken die jou ook inspireren, dat je met elkaar erover lult en dat je bezig bent op je, ja, gewoon de pionierdrift van de Nederlanders. Ja, ik denk het ook. Een soort Hollandse school wat je voor mijn schilders had, dat hebben we nu. Die DJ's zijn elkaar aan het stimuleren. Dat denk ik dat het is. En het Nederlands volk heeft het ook massaal in de armen gesloten.